Hallo, mijn naam is Ben Versteeg. Vanmorgen was ik bij de Aldi om een nieuwe Wolfgang smartphone te kopen. De AT-AS40 SE. Dat is dus deze. De reden waarom ik deze telefoon wilde is vanwege de dual SIM functionaliteit. Zelf heb ik een Samsung Galaxy S2. Die had ik al. Ik heb daar een tijdje een dual SIM adapter bij gebruikt. Magic SIM adapter. Maar ik had er toch wat problemen mee. Onder andere dat hij af en toe haperde. Dat je maar op één nummer tegelijk bereikbaar bent. En dus ook geen sms'jes en dergelijke kunt ontvangen op de tweede simkaart die niet actief is. En ik wilde dus een telefoon met twee simkaarten tegelijk. Zodat ik op beide bereikbaar ben. Vanaf beide kan bellen. Ook kan selecteren vanaf welke abonnement ik vandaan wil bellen. En toen kwam ik bij de Wolfgang telefoons uit. Er zijn wel wat andere merken op de markt met dual SIM oplossing. Maar er zijn er maar weinig met moderne Android versies. Deze Wolfgang heeft Android 4.1 zit op de doos. Hier staan de specificaties. Er zijn al wat betere smartphones van Wolfgang. Wat modellen met beter scherm, nog wat sneller en dergelijke. Maar deze was wel heel erg betaalbaar. Voor 119 euro heb je dus een dual core telefoon met dual SIM ondersteuning en Android 4.1. En dat is niet slecht. Dingen die opvallen voor mij. De dikte valt me heel erg op. Eens kijken of ik het goed op het plaatje kan krijgen. De Wolfgang is echt wel anderhalf of twee keer zo dik naar mijn gevoel. Ik zal het proberen goed naast elkaar te leggen. Nou, als je het zo ziet, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Dan is het meer hoe hij aanvoelt. Hij is in ieder geval een stuk zwaarder. Hij is een beetje gerond aan de buiten en de achterkant. En het voelt allemaal wat zwaarder aan. Die Samsung S2, ja, dat voelt gewoon relatief licht. Maar goed, het kan ook gewoon een kwestie van wennen zijn. Misschien valt het wel mee. Laten we de boel eens aansluiten. Zoals je kunt zien is hier ruimte voor twee simkaarten. De bovenste is simkaart 1. Ik vermoed dat ook degene is waar 3G op actief is. En de onderste simkaart 2. En die zal moeten volstaan met 2G. Hou er rekening mee. Deze telefoon vol specificaties ondersteunt dus maar één van de twee simkaarten 3G tegelijk. Dan is er nog plek voor een micro SD kaart. Ik heb er zo geen liggen, maar er komt er ongetwijfeld eentje extra bij. Want deze telefoon heeft standaard maar 4 GB opslagruimte. En dat is niet zo heel veel. De S2 bijvoorbeeld die ik heb, die heeft al 16 GB. Dat is een heel stuk meer. En dat zal misschien voor apps al die 4 GB al heel snel aan de krappe kant zijn. Overigens is de volste specificaties van de handleiding maar pak een beetje 2 GB van beschikbaar. Dus dat is helemaal weinig. Dan gaan we eens aanzetten. Ik zet heel even de camera neer. Dat is wel handig om even dicht te maken met twee handen. En zoals andere reviews op YouTube al laten zien, is de achterkant ontzettend besmettelijk van het glanzende plastic. Dus elke aanraking zie je. Bij de Galaxy valt er heel erg mee, want die heeft een gematteerde achterkant. Op zich wel slim bedacht van Samsung. En wat me ook erg opviel is als je het scherm aanraakt, ik heb hem al even aangehad straks, dat het is net of je er inderdaad daadwerkelijk iets in kunt drukken. Het voelt wat zachter aan en de Samsung heeft toch een stevige voorkant. Dus het is allemaal wel iets goedkopere kwaliteit dan wat je van Samsung gewend bent bijvoorbeeld. Als je hem dan aanzet, dan komt Wolfgang heel duidelijk in het beeld. Temperatuur. Welkom, Nederlands. Sorry voor de ledverlichting van het plafond. Die reflecteert het scherm. Dan zie ik meteen dat het scherm enorm reflecteert. Deze heeft natuurlijk ook wel een beetje, maar je ziet dat deze al een stuk minder reflecteert dan de Wolfgang. Dus het is wel degelijk een heel groot verschil in kwaliteit van scherm en telefoon en dergelijke. Heeft een Google account? Ja. Dan gaat hij vragen welk netwerk. Mijn naam is Ben, dus je kunt raden welke voor mij is. Ik ga het even instellen en dan kom ik zo terug. Ik heb de wifi netwerk ingesteld. Ik heb mijn Google account ingesteld. Ik ga de kaart instellen, sla ik even over. Die ziet er allemaal goed uit. Hij doet zeker niet, traag of zo, dat valt allemaal erg mee als ik het zo zie. Maar het reageert allemaal goed. Wat kan ik laten zien? Even de browser misschien als voorbeeld. Even een bekende website ophalen, tenminste eentje waar ik vaak gebruik van maak. Dat gaat allemaal redelijk vlot. Het scherm is wat flats en dat is net als in de andere reviews kan ik dat ook alleen maar beamen. Het is net of de letters bijna wegvallen aan het wit.
Maar hij reageert in ieder geval prima. Oh, ik zal een beetje verder weghouden, dan kun je het misschien. Ja, dat is qua performance is het is niet slecht. Ik vind het echt niet slecht. We kunnen nog meer laten zien. Even terug naar de homescreen. Deze heeft dus ook voor de vier onderste toetsen. Het zijn allemaal touch toetsen. Terwijl de Samsung heeft een echte knop die je in moet drukken. Dat is wel een verschil. Waar ik ook wel benieuwd naar ben is de camera kwaliteit. Laten we eens naar kijken. Nou, dat ziet alleszins redelijk uit. Echt niet slecht. Hij reageert heel snel op de bewegingen. Dus dat valt heel erg mee. Net zo snel niveau als de S2 die ik gewend ben. Alleen de resolutie is wat lager. Deze heeft 5 megapixel en de S2 die heeft 8 megapixel. We kunnen ze een foto maken, maar dat is heel lastig omdat ik natuurlijk nog een camera vast heb. Even kijken. Zo, nou. Heeft de foto gemaakt. Het zal hier niet zo heel goed op te zien zijn natuurlijk, maar ik vind de kwaliteit zeker niet slecht. Nou, daar is dan mijn tweede telefoon voor werk, waar die tweede simkaart in zit. Ja, die gaan we eerst maar eens uitzetten. Het was noodgedwongen omdat die dual sim adapter die ik daar straks liet zien kapot was. Dus het wordt tijd om de tweede simkaart erbij te zetten. Het nadeel van die ouderwetse telefoons is, dit is geen smartphone. Je kunt, het is wat lastig om die nummers en dergelijke mee te nemen. Met zo'n Android telefoon zet je de nummers, als je het gemakkelijk wil doen, online in Google. Nou, en dan komen ze meteen mee naar zijn nieuwe telefoon. Dat is gewoon hartstikke handig. Dus alle nummers die ik in mijn Samsung had staan, zouden als goed is ook meteen mee moeten komen. In de Wolfgang. Ik zet hem even neer. Dan kan ik de tweede simkaart erin doen. En dat ik de kwaliteit nog niet helemaal ken van deze telefoon, ben ik altijd wel voorzichtig met die klepjes. Want als je te veel buigt, je weet nooit of die er tegen kan. En deze lijkt iets meer vast te zitten dan die, de Samsung die ik gewend ben. Zoals ik laat zien heb ik al eentje in zitten. Er komt nou de tweede simkaart bij. En die moet andersom. Dus die moet met de contacten naar boven. Oh, even kijken of dat lukt. Ja. Oké, de onder dus. Yes. Nou, twee simkaarten zitten er nou dus in. Nog geen... nog geen microSD kaart, dat komt nog. Ik heb er van mijn Samsung nog eentje zitten. Dus dat komt later. Heb ik. Nou, gaat hij weer aan. Ongereflecteerde scherm, hè? Ongelooflijk. Maar goed, als hij maar qua performance voldoet, dan ben ik al heel erg tevreden. Nou, het opzetten duurt natuurlijk even. Nieuwe sim gedetecteerd. Hey, dat is interessant. Gelabeld als bezig met Vodafone. Standaard siminstellingen zijn nu spraakoproep, videocall, berichten. Nou, die moet ik dus anders labelen. Wijzigen. Hier kan ik de naam wijzigen. Nou, de oranje is dan de tweede kaart. Hoe wijzig ik die? Simnaam bewerken. Nou, die ga ik dan bijvoorbeeld werk noemen. Dus net allebei de simkaarten zijn toevallig van Vodafone. Oh. Dus vandaar. Nou jongens, het typt heel snel die Q in plaats van de W. Terwijl ik toch echt op de W druk. Werk. En terug. En die andere, die ze privé noemen dan even voor het gemak. Het is op zich al natuurlijk wel leuk dat je die naam in kunt stellen. Als het niet zo zou zijn, zou het erg lastig zijn als je twee dezelfde abonnementen van dezelfde provider hebt. Zoals in dit geval. Oh. Typo. Ik kan blijkbaar een telefoonnummer instellen, ik weet niet waarom. Doen we later. Anders word ik gebeld door jullie. Dat hoeft voor mij niet. Even kijken. Privé en werk. Standaard sim. Spraakoproep privé. Berichting privé. Gegevensverbinding uit. Nou, dit was even mijn korte review van de Wolfgang AT-AS40 SE telefoon. Zojuist gehaald bij de Aldi. Als je vragen hebt, stel ze gerust bij YouTube. En
ja, ik vind het een goede telefoon zo op het eerste gezicht. Maar dit deel van de video heb ik een paar dagen later gemaakt. Ik heb de telefoon nu een dag of drie in gebruik. Ik ben er zeker tevreden over. En ik wil even laten zien wat de bevindingen zijn tot nu toe. En ik denk wat in ieder geval opviel is dat er geen notificatieled op de AS40 SE zit. Daarvoor heb ik een app geïnstalleerd. NoLED heet die app. Dat is wel handig, want die laat dan pictogrammen op het scherm zien wanneer je bijvoorbeeld een sms'je, een e-mail of een WhatsApp binnenkrijgt. Ik kan even laten zien hoe het ongeveer eruit ziet. Als een demootje, er zit een demofunctie in. Kijk, dit zijn allemaal kleine pictogrammen. Wat natuurlijk wel als nadeel heeft dat zodra je een bericht binnenkrijgt, dat je scherm aan blijft staan. En dat zal bij deze telefoon betekenen dat die wat sneller reageert dan bijvoorbeeld de Galaxy S2. Met zijn AMOLED scherm die een stuk zuiniger is. Wat je wel kunt doen is bij deze app bijvoorbeeld, als je het toestel op de kop legt, dan blijft het scherm uit bij de applicatie NoLED. Dus op zich kun je daarmee nog wel problemen voorkomen. Wat een belangrijke functie is bellen. Wat ik zou kunnen doen bijvoorbeeld is mezelf eens bellen. En ik bel nu mijn tweede simkaart, mijn tweede abonnement van mijn werk. Staat die werk bij, dus dat is mijn werksim. Hetzelfde geldt voor als ik bel vanaf mijn of naar mijn privénummer. Dan geeft hij een andere kleur aan en ook een andere tekst erbij. Voor mijn privéabonnement. Dus op zich is dat wel handig. Kijk, hier is nou blauw en hier staat privé in het klein. Hartstikke handig. Werkt dus prima. Als je belt heb je ook wel verschillende mogelijkheden. Eens even kijken hoor. Even naar mijn contactenlijst. Zo. Je kunt instellen dat je altijd belt vanaf je eerste simkaart, tweede simkaart of dat hij het altijd vraagt. Ik zal hem eens op altijd vragen instellen. Dan zal hij dus ook altijd vragen bellen via privé of werk in het geval. Zo heb ik de namen gegeven. Je kunt ook zeggen van ik stel hem zo in dat hij altijd dezelfde gebruikt. Bijvoorbeeld altijd standaard vanaf privé belt. Nou, dat kun je natuurlijk altijd nog wijzigen. Maar als ik nou bel, dan belt hij dus vanaf mijn privé simkaart. Snel even wegdrukken. Hetzelfde geldt voor berichten. Dus even kijken, de berichten hebt, dat is die groene hieronder. Als je ook hier kun je instellen of je standaard vanaf je privé, vanaf je werk of vanaf of elke keer moet vragen. Wat je dus wilt gebruiken voor het versturen van een bericht. Dat zal mogelijk ook voor andere apps gelden die gebruik maken van je simkaarten. De telefoon werkt uitstekend. Ondanks dat het ook een dual core telefoon is, heeft de Galaxy S2 heeft wel degelijk een iets betere dual core processor dan deze. Maar voor de rest valt het dikke niet tegen. Ik ben erg tevreden. Dus voor €119 is het een fantastische telefoon. En het doet weinig onder voor de aanmerken. Natuurlijk is die wel eens gemaakt van wat goedkoper materiaal. Je voelt het wel aan. Hij is wat dikker, wat zwaarder. Maar als je een dual sim telefoon zoekt, dan is deze AS40 SE van Wolfgang gewoon een hele goede keuze.